Wanneer wist je dat je voor het concertgebouw wilde werken? Um, nou als jongetje zat ik op de koorschool, dat was in Haarlem. En dan had je naast een uh, dat je gewoon les had, was een basisschool. Had je ook elke dag zangles en dan zong je altijd uh, door de hele wereld heen, maar onder natuurlijk ook altijd in het concertgebouw. En ik vond eigenlijk het zingen was niet echt per se het ding wat mij echt aangreep, het echt de uitvoering of het, het spelen van viool en piano wat ook een verplichting was. Maar Als we in het concertgebouw waren, dat was altijd wel echt een plek waar dat ik zo mooi vond. En ik krijg alles wat er om het koor gebeurde, dat vond ik altijd uh, het meest bijzondere. Dus ik denk dat toen wel een beetje het gevoel in ieder geval is gekomen: van oh ja, dat alles wat er omheen gebeurt rond zo'n koor destijds, zo'n orkest, dat was wel um, waar mijn uh, interesse naar uitging. En ik denk echt heel bewust uh, dacht ik wil bij het concertgebouw werken, was toen ik in mijn studententijd ook veel bij het concertgebouw deed. Bij Entree, de jongerenvereniging, zat ik in het bestuur. Dat is echt zo'n studentenbestuur destijds. En toen heb ik wel bedacht van, oh ja, later dan wil ik wel bij het Concertgebouw gaan werken. Toen ben ik eerst nog een aantal jaar bij een consultancybureau gaan werken en later bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. En toen mijn huidige functie vrij kwam, toen dacht ik wel van, ja, dit is mijn functie. En toen ben ik erop gaan solliciteren en uh, nu zit ik hier. Je kunt iets meer vertellen over jouw huidige functie, want wat is jouw formele titel? Mijn formele titel is hoofd marketing, communicatie, verkoop. Dus met mijn afdeling ben ik verantwoordelijk voor ja, eigenlijk de positionering van het Concertgebouw. Um, de kaartverkoop natuurlijk, de marketing, de concertmarketing. Um, met een aantal uh, collega's die, uh, die daar elke dag mee bezig zijn. Als je het hebt over de positionering. Wat zijn de belangrijke accenten die je daarin legt als marketingmanager? Sinds jouw aantreden? Nou, ik denk op zich gaat het natuurlijk fantastisch met het Concertgebouw. En dat was al toen ik, mijn voorganger, was daar ook heel erg mee bezig... Uh, ...om daar een succes van te maken. Um, ik denk de belangrijkste punten wel echt zijn... ...is natuurlijk dat je... ...er is wel echt een verschuiving gaande in het, in het concertgebouw. Of ik denk ook in de culturele sector... ...waar je een aantal jaar geleden... ...10, 15 jaar geleden nog heel veel verkocht. Bijvoorbeeld in serieverkoop. Dat mensen echt voordat het, concert, voordat het seizoen begint... Um, ...al heel veel kaartjes kopen voor concerten. Dat begint echt af te nemen. Dus je moet veel meer op... Korte termijn, je kaarten verkopen. Um, en daar zit echt wel een schifting in. Dat je dus veel meer mensen moet bereiken, eigenlijk voor de concerten. En veel meer op het laatste moment. Dus ook heel erg aan het kijken naar hoe krijg je nou ook een jonger publiek naar het concertgebouw. Ook mensen met uh, een andere achtergrond, dan die echt al in het concertgebouw zijn opgegroeid. Um, dat zijn echt wel de, de accenten waar we mee bezig zijn. Heb je daarbij ook voordeel of put je daarbij ook voordeel uit de vorige functies die je hebt bekleed? Je noemde entree eventjes, maar je hebt ook gewerkt bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ja. Zijn er bepaalde zaken die je vanuit die functies mee Ja, Zeker. Wat, je, wat ik bij, het, bij entree natuurlijk heel erg, dat is dan wel weer 15 jaar geleden. En, en, en jongeren veranderen natuurlijk ook weer, maar wel heel erg bewust mee bezig bent. Hoe bereik je het jongere publiek? Um, en bij het Nederlands Philharmonisch Orkest ben ik wel heel erg bezig geweest. Ook samen met de artistiek manager van, uh, die daar toen werkte te kijken wat zijn nou de programma's waar veel publiek op afkomt en wat voor soort publiek. Nederlands Filmmuziek is natuurlijk heel erg gericht op de, de symfonische muziek. En wat ik daar heel erg leerde is dat je bijvoorbeeld de uh, bepaalde genres van muziek. Want je hebt natuurlijk klassieke muziek. Heb je altijd heel snel de neiging om te zeggen het is klassieke muziek. Punt. Dat is een genre. Maar je hebt natuurlijk een, een, een heel tijdsbestek van ongeveer 400 jaar klassieke muziek. Eigenlijk veel langer natuurlijk dan bijvoorbeeld de popmuziek, die natuurlijk eigenlijk veel korter bestaat, waar je daar allemaal wel je genres in weet te benoemen, van hip-hop tot uh, uh, rockmuziek. En dat is eigenlijk bij de klassieke muziek ook wel zo, dat je toch echt de verschillende genres hebt: de uh, wat oudere muziek, de barokmuziek, romantische muziek, laatromantisch, modern. En daarin zie je ook best wel de verschillende smaken en de, uh, de voorkeuren van de verschillende generaties ook. En bijvoorbeeld als je naar een jong publiek ook kijkt, waar we natuurlijk. Ook heel erg bewust zijn van hoe kunnen we nou ook een jonger publiek interesseren in de klassieke muziek. Zie je ook dat bijvoorbeeld de, de, de laat-romantische muziek, uh, begin moderne muziek, met je eind 19e, begin 20e eeuw, het groot symfonisch repertoire. Heel populair is onder uh, een jongere doelgroep. Um, en daar ook bij het Nederlands Mosquest waren we daar heel bewust mee bezig. Oké, okay, welke doelgroepen kunnen we bereiken met de verschillende uh, genres klassieke muziek? En dat is wel iets heel erg wat ik meeneem in mijn huidige werk ook ik nog leuk van om even terug te gaan. Je hebt ook bij het Nederlands Philharmonisch Orkest gewerkt. Daar heb je ook de marketing en communicatie uh, gedaan. Um, wat zijn echt de, de verschillen en overeenkomsten in vergelijking met je huidige functie? Wat voor, ja, valt je daarbij vooral op? Nou, qua opzicht de overeenkomsten zijn natuurlijk vrij helder. Het gaat alle twee over klassieke muziek. Symfonische muziek bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Um, op een hoog niveau hier in het Concertgebouw. Uh, en het orkest spelen ook bij de Nationale Opera. Dus qua muziek is het, is het, uh, komt het heel graag overeen. En natuurlijk het, het, uh, het bereiken van het publiek. Wat voor mij een heel belangrijk iets is om bij het Concertgebouw te werken. Is het natuurlijk het, all het allermooiste gebouw ter wereld is. Wat mij betreft, in ieder geval voor klassieke muziek. Um, echt een topzaal waar je de allergrootste sterren uh, uit de klassieke muziek uh, kan horen. En... En dat ik daar een onderdeel van kan zijn om dat tot een succes te maken, is wel een, uh, elke dag een uh, feest om, uh, om te kunnen doen. Wat ik wel echt een groot verschil vind, is dat het Nederlandse Rimorisch Orkest, en dat zijn uh, bijna alle uh, gezelschappen in Nederland, zijn uh, afhankelijk van subsidies. Wat ook heel goed is, want je hebt ook een maatschappelijke taak, je hebt een artistieke taak. Wij als concertgebouw zijn een NV. Dat betekent dus dat in principe zijn er aandeelhouders die niet in geld worden betaald. Maar uiteindelijk moet je wel. Break-even draaien. Het is een ongesubsidieerde instelling. Tenminste, een heel klein deel is gesubsidieerd direct. dus is 5%. En dat zit hem eigenlijk helemaal in het monument. Dus het onderhoud van een monument, monument. En een klein deel in de uh, educatie. Um, maar dat maakt een echt wel een groot verschil in hoe je uh, je business doet. En hoe je kijkt naar wat er geprogrammeerd wordt. Uiteindelijk moeten we als concertgebouw altijd kijken: kan een concert uit? Ik moet daarbij wel zeggen, de helft van het Concertgebouw is, uh, bestaat uit verhuur, dus we hebben zo'n 750 concerten per jaar in de grote zaal en in de kleine zaal. De helft daarvan wordt door huurders uh, georganiseerd, uh, waaronder ook het Concertgebouworkest bijvoorbeeld. Dat is vaak een, uh, het gevoel van, oh, dat zal wel één organisatie zijn, maar dat is, sinds 1952 zijn dat twee organisaties. Maar ook het Nederlands Filemonische Kest is een zaalhuurder. De zaterdagmatinee, dat zijn de drie grote zaalhuurders. Ongeveer 350 concerten per jaar die op die manier georganiseerd worden. De andere 350, uh, 400 concerten organiseren we in eigen beheer. En daarbij moeten we dus altijd kijken, kan het uit? Daarbij heb je natuurlijk ook tegelijkertijd een artistieke drijfveer. En dat is, uh, dat is soms is ook een spannend, spannend iets. Van je wil enerzijds wil je ook nieuwe dingen brengen. Je hebt toch een verantwoordelijkheid als belangrijkste concertzaal voor klassieke muziek in Nederland. Maar aan de andere kant wil je ook uitkomen. En dat is, uh, maakt het voor mij wat dat betreft ook wel ook echt interessant. Is het ook daarmee riskanter, het ondernemen binnen het concertgebouw? Um... Nou, je hebt, ja, je hebt uiteindelijk. Ja, ik vind het heel dubbel. Want het, wat het nadeel van subsidies is natuurlijk dat je altijd ook afhankelijk bent van de politiek. Van, dus dat is ook een, een, een spanningsveld waar je natuurlijk uh, waar je altijd in zit vanuit de gesubsidieerde kant. Um, bij ons is het wel, ja, het is, je kan niet te vaak verkeerde keuzes maken, want een concert is duur. Dus zodra het echt even misgaat, en te vaak misgaat, dan uh, krijg je dus tekorten. Ik moet wel zeggen, de eerste dag dat ik hier ook op werkte, zijn collega tegen me, van, ja, het prettige van, want ik, ik had het daar wel over, van jeetje, dit is wel een verantwoordelijkheid. Het moet, het moet uitverkopen, Zometeen meteen uh, onder mijn verantwoordelijkheid gaat het concertgebouw failliet. En toen zei zij ze ook wel terecht, ja, maar het concertgebouw, dat is zo'n instituut, daar zullen mensen met z'n allen voor zorgen dat dat natuurlijk nooit failliet gaat. Um, en daar hou ik me altijd wel ook wel aan vast, dat je denkt, ja, maar dit, dit, het concertgebouw zal altijd blijven bestaan en dat is... Ik ben daar nu een aantal jaren onderdeel van, samen met de collega's. En dat is super belangrijk om dat weer door te geven, zodat het over 100 jaar nog steeds bestaat. Is er nou ook een risico, zoals bij de, bij de buren van het Van Gogh Museum, dat je misschien eh, onbedoeld eh, de nadruk te sterk wordt gelegd op het, eh, het inverdienen aspect of op het ondernemersaspect? Mm. Nou, dat zou een risico kunnen zijn. Ik zie hem nu niet. Het zijn wel echt wel discussies hoor. Die ook heel erg, en dat is volgens mij ook goed. Tussen mijzelf, die ik toch graag uh, volle zalen heeft, en uh, 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 onze uh, programmeringsafdeling, die natuurlijk ook wel, uh, wel eens dingen wil programmeren. Waarvan ik denkt, oeh, dat is toch wel een beetje spannend. Ik heb tot nu toe nooit een, uh, een enorme clash daarin meegemaakt. Maar het is, je moet elkaar scherp erin houden. Dus het is wel een wankelkoord. Wat kan een wankelkoord nou, zijn? Het is niet wankel, maar het is wel een koord. Kun je nog iets vertellen over de beeldvorming van het concertgebouw? Want um, er wordt wel eens uh, ja, bij de buitenwacht gedacht het elitaire grijze club, misschien ja. als ik het zo mag formuleren. Nee, het beeld inderdaad van veel mensen is natuurlijk bij het concertgebouw vrij elitair wit oud. Um, en ik denk toch wel dat dat wel wat genuanceerder ligt. Dat de programmering, zeker ook de afgelopen jaren, is echt best wel divers eigenlijk. Met ook echt wel verschillende groepen mensen. Um, Mensen hebben heel erg, en dat is trouwens fantastisch, heel erg het, beeld, het concertgebouw en het concertgebouworkest is één. Um, en daar bestaat dat is 80% van wat het concertgebouw is. En op zich is dat ook echt een belangrijk onderdeel van ons, onze uitstraling, het concertgebouworkest. Van een van de allerbeste orkesten ter wereld, op het allerhoogste niveau, met de mooiste symfonische muziek. Um, maar uiteindelijk is dat 15% van onze programmering. En 85% van onze programmering zijn ander soort concerten. Wel natuurlijk in de klassieke muziek veel, maar ook in de pop en jazz. Um, en ook de verschillende aanbieders die trekken ook weer een heel ander type publiek. Als wij hier popconcerten hebben, hebben we natuurlijk een heel ander publiek. dan als je uh, het Nederlands Filmonisch Orkest uh, uh, op een zaterdagavond hebt. En we hebben ook um, uh, echt heel veel, veel filmmuziekavonden waar je echt totaal ander publiek weer krijgt. En als Einaudi hier speelt, dan heb je weer een heel ander publiek en wel een jong publiek. Um, dus ik denk dat dat beeld bij een deel van de mensen in ieder geval echt wel heel wel vertekend is wat het in de realiteit is um, en dat is dus iets waar je ook in waar we zeker ook wel heel erg bewust ben vanuit de marketingcommunicatie dat we proberen in zoals onze opbouw van een website of de communicatieuitingen dat we daar wel bewust zijn oké okay, het moet niet het hele elitaire gevoel versterken dat je toch zo toegankelijk mogelijk probeert te zijn uh, binnen de kaders. Je had het over jouw functie destijds bij Entree... En daar was je ook wel bezig met uh, culturele diversiteit. Omschrijf ik dat zo goed? Uh, ja, nee zeker. Uit die tijd is eigenlijk een festival dat we nog steeds bij het concertgebouw hebben. Zoek, uh, een uh, Nederlands-Arabisch festival. Waar de basis is. Um, het zegt gericht om een, 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 een mix aan publiek te krijgen. Enerzijds. Een, uh, een Nederlands-Arabische doelgroep, anderzijds een Nederlands-Autochtone doelgroep. Um, en dat doen we heel erg. Dan kijken we ook weer in eerste instantie naar de uh, programmering. En wat we daar programmeren zijn altijd grote Arabische artiesten. Uh, die ik in ieder geval niet, ja, ik leer zo, zo in de loop van de jaren ook leren kennen. Want het festival bestaat dus nog steeds. Zijn we zijn maar 15 jaar geleden begonnen. En inmiddels is het eigenlijk een vast onderdeel van het concertgebouw geworden. Um, gecombineerd met een Nederlands symfonieorkest. Uh, Nationaal ballet zijn al solisten die meedoen. Um, het is echt een festivalachtige avond. Dus dat is op zich is dat eigenlijk 15, ja, 2005 zijn we daarmee begonnen. Het um, was eigenlijk een van de eerste festivals ook echt op dat gebied denk ik. Misschien wel in Nederland, maar zeker in het concertgebouw. En wat je nu wel ziet, is, wat toen dus uniek was, is, is, is iets wat we nu in het concertgebouw veel meer als een reguliere programmering uh, zien. Om, dat was natuurlijk ook. Bewust zijn als, als, als concertgebouw van hey, de, de, de samenstelling van de, van de stad, van Nederland, is natuurlijk veranderd met verschillende culturele achtergronden. Dus daar zijn we ook wel heel bewust aan het kijken van hoe kunnen we daar een, uh, een slag in slaan, hoe kunnen we daar ook een veel breder publiek bereiken. Ja, Job, kun je misschien nog iets verder ingaan op hoe je die nieuwe doelgroepen of die doelgroep Nieuwe Nederlanders met name betrekt? Um, ja, dat zijn we op zich, is dat wel echt een heel traject waar we nu mee bezig zijn. Um, we hebben een aantal jaar geleden zijn we eigenlijk al begonnen, want dat is relatief is mak vindt, makkelijk als zaal. Zo, um, want je nodigt bijvoorbeeld een, een bepaalde artiest uit die een bepaalde doelgroep aantrekt. Als je een galet uitnodigt uit Algerije, dan is de kans groot dat je met enige marketing daar ook een doelgroep krijgt, uh, Nederlanders met een Arabische achtergrond. Waar we nu veel meer mee bezig zijn, is ook om dat wat breder te trekken in het concertgebouw. Dus niet louter uh, een specifieke doelgroep voor een specifiek concert... Ook heel erg aan het kijken hoe kunnen we de programmering, ook vooral de klassieke programmering. Want natuurlijk uiteindelijk 80% van onze programmering is echt het klassieke repertoire. En dat is natuurlijk echt de uitdaging um, om dat een gemixer publiek te laten zijn, om dat veel diverser te laten worden. En wat ik daar interessant in vind in de programmering, is dat je, dat was een, een aantal jaar geleden, twee jaar geleden. denk ik was, uh, Toen werkte ik hier net een half jaar, denk ik, of een jaar. Uh, toen hadden we een Turkse uh, pianist, Fazel Sai, En die is wereldberoemd in, uh, in Turkije onder andere ook. Of hij is überhaupt wereldberoemd. Maar ook dus onder een Turks-Nederlandse doelgroep. En wat je toen opeens in de zaal zag. En deze Fazel Sai speelde met een regulier symfonieorkest. Uh, speelde volgens mij gewoon een Mozart-pianoconcert. Dus eigenlijk was er niets anders aan dat concert. Behalve dat hij een Turkse achtergrond had. En wat je toen in de zaal zag. Is dat je opeens 20% van het publiek had een Nederlands-Turkse... Achtergrond, tenminste, zoals je dat dan op het oog kon zien. En dat was voor mij voor het eerst wel een moment dat ik dacht: hé, hey, dit is eigenlijk ook waar inclusiviteit om gaat. De herkenning ook op het podium um, van iets wat je kent. Dat je daar ook denkt: van hé, hey, daar wil ik heen. En daar zijn we nu heel bewust mee bezig. Ook om te kijken hoe kunnen we inderdaad die representativiteit op het podium vergroten. Waardoor het dus veel herkenbaarder wordt van een, een andere doelgroep dan we normaal aantrekken. En dat zie je dus ook. Gebeuren. Ook bijvoorbeeld, je hebt een uh, violist of een uh, cellist, uh, Sheiko Kanemesen en zijn zus Isata Kanemesen. Twee uh, muzici van kleur uit Engeland. En daarbij zie je ook zodra die spelen, hier afgelopen zomer ook in het concertgebouw, dan is het niet 20% uh, mensen van kleur in de zaal, maar dan zie je opeens wel groepen mensen van kleur in de zaal. Wat dus heel erg. Voor mij niet bevestigd dat we heel erg vooral in de programmering ook moeten kijken: hé, hoe kunnen we het meer herkenbaar maken? Dat is de, de programmatische kant, dus enerzijds popmuziek, anderzijds de klassieke muziek proberen ook meer representatief te worden. Um, daarnaast zijn we natuurlijk ook heel erg met de marketing bezig, met de communicatieuitingen. Hoe kan je er ook voor zorgen dat dat ook veel herkenbaarder wordt, dat je ook meer in tone of voice, in gebruik van beeld. We zijn nu ook hier in het concertgebouw aan het kijken van alle portretten. Die hier hangen, dat is eigenlijk een heel erg een traditie van alle portretten van de solisten, dirigenten, um, componisten. Dat is eigenlijk een traditie die heel erg. Tot de jaren 50 werden heel veel portretten gemaakt. Nou, dat zal je niet verbazen dat zal ook niemand echt heel raar vinden, dat er voornamelijk allemaal witte mannen zijn die er hangen. Maar eigenlijk is die hele traditie van het portretteren daarna gestopt en eigenlijk is het nou, een soort museum geworden van uh, mensen die er toen zijn geportretteerd. Um, en daar zijn we nu ook aan het kijken, hoe kunnen we ook daarin bijdragen dat je ook, het is de 50 jaar daarna of de 70 jaar daarna is er nog zoveel meer hier gebeurd in de popmuziek, in de klassieke muziek. Is er zoveel meer diversiteit ook ontstaan in de, in de uitvoerende, dat we dat ook een plek willen gaan geven, waar dus ook op dat soort kleine gebieden uh, die diversiteit en daarmee hopelijk ook de herkenbaarheid voor bredere doelgroepen, uh, dat, dat, uh, dat dat meer uh, een, 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 nou, een inclusief gebouw wordt. En natuurlijk mensen op de, de medewerkers is een belangrijk onderdeel daarvan. Um, dus daar zijn we ook heel erg aan het werven: hoe kan je ook op de vloer dat dat een gemixtere groep mensen wordt? Het is natuurlijk ook weer in die herkenbaarheid het is natuurlijk belangrijk dat als je een gebouw binnenkomt, dat in het gebouw, dat wat er op het podium gebeurt, dat je dat herkent. Um, ...maar ook natuurlijk de mensen die je ontvangen, dat je je daar thuis bij voelt... ...en dat je, die, dat je daar ook herkenning bij voelt. Dus daar is zeker ook een programma op gericht om ook te kijken... ...tot nu toe is het denk ik veel zo geweest dat je toch vrienden van vrienden aanneemt. Uh, en dat is ook heel logisch. Dan denk ik, oh, een vriendje van mij of een vriendinnetje van mij die wil hier ook komen werken. Dat is toch een patroon wat heel makkelijk is om uit te voeren... ...maar dat proberen toch ook enigszins te doorbreken... ...door toch ook verder te kijken, samenwerkingsverbanden aan te gaan... Uh, met, uh, met de universiteit of met, uh, met andere organisaties. Um, het is niet een vanzelfsprekendheid, want het is dus, ja, ook daarbij, je moet natuurlijk ook wel weer het moet top of mind worden. Denk, oh ja, ik kan ook bij het concertgebouw gaan werken. Uh, dus daar zijn we nu heel erg mee bezig om dat te werven. En dat um, geldt natuurlijk ook voor de staforganisatie, dat je toch bewuster, en dat is het leuke wel van deze tijd, je bent veel, echt veel bewuster daarmee bezig. En dat had misschien al tien jaar geleden of twintig jaar geleden moeten zijn. Um, en ik denk als culturele instelling, als instellingen en zeker het concertgebouw, dat we daar heel bewust uh, over zijn om daar een verandering te brengen. Wat vast vele jaren zal duren. Ik vind dat we minimaal de, 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 de verplichting hebben om het, uh, uh, om het te proberen en daar alles aan te doen om het te laten slagen. Het resultaat moet natuurlijk daaruit volgen. Kun je nog iets vertellen over die samenwerking met de hoofdprogrammering? Want ik kan me voorstellen als marketing- en communicatiemanager dat je nauw samenwerkt ja. met hoofdprogrammering. Nou, hoofdprogrammering is Simon Reining, onze algemeen directeur. Uh, nee, uh, heel veel contact uh, met elkaar. Ik moet wel zeggen, ook uh, in mijn team zit een groep marketeers die allemaal verantwoordelijk zijn voor een specifiek uh, deel van de programmering. Dus iemand die specifiek verantwoordelijk is voor de, market, uh, voor de pop en jazz, twee voor de. Uh, Klassieke muziek, iemand voor educatie, waar we duizenden of honderden evenementen per jaar hebben. Nou, op allemaal verschillende genres zijn uh, zij actief. En zij zijn weer verbonden aan een programmeur op dat gebied. Dus op klassieke muziek, of op uh, pop en jazz, of de educatie. Um, nou, dat gaat dus heel erg, ja, toch echt wel in overleg. En we kijken met elkaar, oké, okay, wat geloven we hierin? Is dit inderdaad, wat voor publiek komt hierop af? En we kijken met elkaar, um, dus dat is eigenlijk een soort uh, ja het klinkt een beetje ongezellig maar een soort kaders waar je toch kijkt oké okay, we willen we hebben een bepaald artistieke ambities die moeten erin uitkomen uh, maar we hebben ook verkoopambities en die moeten er ook in uitkomen dus heb je op verschillende vlakken kijk je met elkaar wat uh, wat kunnen we dit jaar gaan programmeren om en die artistieke ambities waar te kunnen maken maar ondertussen moet dat wel gefinancierd weer worden vanuit concerten die uh, uh, voldoende verdienen dus heb je het over een soort kruis subsidiering of kruisfinanciering? Ja, een gezond businessmodel. Oké, okay. en, en die plannen, gaan die ongeveer een jaar vooruit? Of, of gaat dat misschien al, al langer uh, Ik denk of? dat we zo'n, ja, klassieke muziek... Zo, we zijn nu bijvoorbeeld eind uh, 2021 bezig met het finaliseren van seizoen 22-23. Dus dat gaat dan uh, in verkoop. Uh, of tenminste, dat loopt dus vanaf nu anderhalf jaar. En ondertussen zijn de programmeurs bezig met seizoen 23-24. Dus zo'n twee jaar vooruit werken we. Hoe zou je de missie omschrijven van het concertgebouw? Waartoe zijn jullie op aard? Om het even heel stichtelijk te formuleren. Nou, wat we als formeel in onze, op onze stukken schrijven, is het verbinden en verrijken van mensen met een sublieme muzikale ervaring. Dat betekent natuurlijk uiteindelijk dat we concerten willen geven met de allermooiste muziek uh, voor een uh, zo breed mogelijk publiek. Um, maar wij wel echt, onze zaal ook, als je daar uh, geweest bent dan weet je het is een zaal die echt wel heel erg, zeker de grote zaal en de kleine zaal trouwens ook, dat zijn de beste zalen voor klassieke muziek in de wereld misschien wel. In ieder geval behoren ze tot de echte topzalen in akoestiek voor niet versterkte muziek. Dus daar zit wel echt onze, uh, onze kracht. Uh, we doen ook steeds meer pop en jazz. Of dat hebben we eigenlijk van het begin af aan al nou gedaan. Ik weet niet of je uh, van die concerten weet. Uit de jaren 50, 60, 70 had je natuurlijk Paradiso niet. Je had de Melkweg niet. Je had, laat staan, de Ziggo Dome of uh, Aanvals Live. Um, dus de grote popartiesten kwamen toen hier. Dus The Who, The Doors, The Rolling Stones, uh, alle, de Aretha Franklin. Alle grote namen uit die tijd kwamen in het Concertgebouw. Maar toch, het blijft uiteindelijk zal onze basis altijd blijven de klassieke muziek, aangevuld met ja, misschien wel de classic popmuziek. Dat begint natuurlijk ook een beetje de klassieke muziek te worden. Wat ons echt uniek maakt, is echt de wereldtop die hier komt. Um, de allergrootste uh, symfonieorkesten, het Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, ik weet niet of je erin zit, maar dat zijn toch de echte allergrootste toporkesten uh, die hier komen. De topsolisten die hier komen, die zullen alleen maar hier komen en niet in een andere zaal in Nederland. Um, maar ook op het kamermuziekrepertoire, dat is ook echt een, uh, een wereld op zichzelf waar je echt de hele grote beroemde um, uh, strijdkwartetten hebt, um, die je alleen bij ons kan zien. Dus dat is, daar zit er niet zoveel concurrentie in. Dus natuurlijk op zich heb je natuurlijk heel veel kerken en kleine zalen die ook heel veel kamermuziek brengen. En dat, daar moet je, je natuurlijk toe verhouden van wat brengen wij en wat is toch iets wat uh, in andere zalen plaatsvindt. En als je kijkt naar um, jullie strategie voor de komende jaren, want je, hebben jullie bepaalde accenten gelegd of zeggen jullie ja. van daar willen we met name op inspelen, dat willen we met name gaan doen? Nou, het zijn er eigenlijk twee, drie. Um, het belangrijkste blijft toch eigenlijk nog van nummer één, en dat, want dat vergeet je snel, dat is gewoon eigenlijk waar je echt... Het beste in bent dat we dat wel moeten behouden. En dat is die klassieke kernprogrammering. Want dat is natuurlijk iets dat best kwetsbaar is. Wat dus niet meer ook vanuit uh, huis. Zoals mijn ouders, dat zijn echt babyboomers. die echt nog heel erg. Ik ben nog best wel opgevoed met de klassieke muziek. Maar ik denk dat de generatie daarna zijn gekomen. dat iets al minder vanzelfsprekend hebben gehad. Dus het is voor ons wel echt zaak om die klassieke kernprogrammering, zoals we dat dan noemen. dat die levendig blijft. En dat we daar ook alles aan gaan doen. Um, dus dat is een, een belangrijke basis voor ons. Daarnaast zijn we heel erg bezig, of aanvullend eigenlijk kan je ook zeggen... aan het, het bereiken van zoveel mogelijk publiek. En ook heel erg kijken hoe krijgen we dus nieuw publiek. Het jongere publiek en de publieksverbreding. Waar we het eigenlijk net ook over hadden. Um, en tenslotte kijken we ook wel heel erg naar de gemiddelde zaalbezetting. Dat is ook, okay, oké, we willen als doelstelling... dat we in ieder geval altijd de 80% zaalbezetting gemiddeld halen. Um, maar vooral het bereiken van het nieuwe publiek. En het behouden van de kernrepertoire, dat zijn de belangrijkste pijlers op dit moment. Is dat een grote uitdaging? Als je dat niet actief doet, zou het kunnen zijn dat jullie publiek uh, opdroogt? Ja, dat vind, vind ik heel lastig om dat te beantwoorden. Want weet je, wat wij interessant is, zoals Entree, onze jongerenvereniging, die daar heel hard aan werkt. Uh, die hebben nu 8000 leden, onder de 35. Dat, ja, dat is echt ongelooflijk, zo'n grote groep mensen, die betalen 25 euro per jaar. Die verbinden zich echt wel aan het gebouw en het Concertgebouworkest. Um, en die gaan ook echt wel veel naar concerten. Dus je ziet echt wel een jong publiek dat naar concerten gaat. Ik zie eigenlijk ook in de afgelopen jaren de gemiddelde leeftijd daalt zelfs wel een beetje. Dat heeft er mede mee te maken dat er gewoon meer jong publiek, nogmaals, onder de 45, onder de 40 is jong publiek, um, naar de concerten komt. Maar daar werken we ook aan. En dat zit hem enerzijds dus in die programmering. Dus kijken, oké, okay, wat programmeer je? Welke genres programmeer je? Dat zit hem in de, dus in de laat-romantische, vroeg-modern, uh, film- en gay-muziek. Ik zie gewoon ontzettend veel jong publiek, wat ik heel erg in geloof, dat over 100 jaar die filmmuziek, die gay-muziek, uh, de neoclassieke muziek, dat dat echt de, tot de kanon kan gaan behoren uh, over 100 jaar. Dus laten we die vooral nu omarmen als daar ook een, uh, een echt een jong publiek op afkomt. Daarnaast maken we ook wel echt nieuwe genres eigenlijk uh, mogelijk in het Concertgebouw. Samen onder andere met entree, dus kijken naar... Uh, Fusion-programma's, waar je toch wat, het, het, het scheidslijn opzoekt tussen de elektronische muziek en de klassieke muziek. Maar bijvoorbeeld uh, ook uh, spoken word-avonden met klassieke muziek. Um, uh, Popmuziek. Klassie we maken heel veel verschillende genres ook. Wat je ook echt ziet, dat er ontzettend jong publiek op afkomt. Dus dat zijn echt de specifieke um, ja, concepten die we eigenlijk ontwikkelen voor een nieuw publiek, een jong publiek. En aan, wat natuurlijk ondersteund moet worden door de marketing. Wat is je tone of voice? Wat is je beeld? Hoe gebruik je je social media? Uh, hoe gebruik je, je online marketing ten opzichte van je offline marketing? De strategie wordt wel gedefinieerd als uh, niet zozeer wat je wel doet, maar wat, vooral wat je niet doet. Oeh ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, wat bij ons natuurlijk onze zaal is wel kaderstellend. En wat wij. Bijvoorbeeld nou ja, als je naar de pop en, pop- en jazzmuziek kijkt, het moet hier bijvoorbeeld niet super versterkt gaan zijn. Want dan tutor je weg en dat is voor niemand leuk. Um, het gaat soms ook nog wel eens mis als je toch iets geboekt hebt. En dat de uh, geluidstechnicus, uh, uh, die dan daar met een act is meegekomen, toch niet de zaal goed genoeg kent. Niet genoeg weet in te houden de, de artiest op het podium. Dus de kaders van de zaal die bepalen heel erg van wat we doen. En bij ons is het wel ook heel belangrijk dat er. We proberen toch ook wel de wereldklasse subliem te zijn in, in alles wat we doen. Dus ook wat er op het podium gebeurt, daar moet wel een bepaalde standaard uh, uh, zijn die we artistiek uh, interessant vinden. Um, en ook uh, het concertgebouw waardig is. Kun je ook iets vertellen over de digitalisering? Of de, of de voortschrijdende ja. digitalisering ja. En, en ook de, de nadruk op. Op, op streaming enzovoort ja. in uh, tijden van corona. Ja, nou, corona heeft sowieso echt wel echt een versnelling uh, teweeggebracht bij ons. Het is we deden al echt wel veel online, uh, uh, maar dat was eigenlijk al heel veel wel een ondersteuning of eigenlijk ja, de marketing van concerten. En in coronatijd kwamen we natuurlijk steeds meer achter. Ja, werd het opeens het podium op zichzelf? Dus dat is wel een, uh, een uh, wat dat betreft een mooie tijd geweest. We zijn al wel een aantal jaren bezig met streaming. Van, we hebben ook een eigen studio hier in het Concertgebouw uh, waarmee we concerten kunnen streamen. Daar zijn we in de coronaperiode heel intensief mee doorgegaan met MT Concertgebouw Sessions. Maar na een poosje dacht ik en eigenlijk ongeveer iedereen die sprak, zegt ja leuk dat gratis. Maar uh, ga er eens geld voor vragen, want er is een enorme markt. Ik was toen best wel sceptisch daarover eigenlijk. Ik dacht ja leuk, ja, maar ik geloof er niet zo in van, waarom zouden mensen een kaart gaan betalen voor een concert, terwijl je YouTube staat vol met concerten die je gewoon gratis kan kijken van best wel hoog, van heel hoog niveau, onder andere hier vanuit het Concertgebouw. Dus is daar wel een markt voor. Maar het was wel een, een goede tijd om dat eens dus natuurlijk te gaan piloten, zeker toen we vorig jaar dicht gingen. Dus daar zijn we mee begonnen, samen met een, een sponsor die ons daarbij hielp, want ja, de kosten zijn wel ontzettend hoog om een hele productie op te zetten. Om dat op een goede manier op te nemen, daar nog een randprogrammering omheen te doen. Het kost je zo tienduizenden euro's uh, om één zo'n concert te, uh, te realiseren. Maar toen dus zijn we daarmee begonnen en we, zijn, we dachten, oké, okay, we doen het heel breed. Zowel om gewoon echt te ontdekken van wat werkt nou wel, wat werkt niet. We hebben zowel popmuziek gedaan, we zijn begonnen met een concert, een kerstconcert, precies een jaar, of nou, bijna een jaar geleden. Uh, met Treintje Oosterhuis, en een Jazz of het concertgebouw. Later met Lucas en Arthur Jussen, met het Nederlands Simonische het Kest, het Koor van de Nationale Opera. Allemaal verschillende typen concerten. Um, en dat ging eigenlijk veel beter dan ik had verwacht. Want ik dacht eigenlijk: nou gaan we dit proberen. En dan kan ik daarna zeggen: werkte niet, uh, hebben we al geprobeerd. Maar eigenlijk werkte dat best wel goed. En je zag best wel dat er ook gewoon een markt voor was. En dan, ik betaalde zo'n 15 euro voor een kaartje. Um, en dat ging eigenlijk best goed. En was bij sommige concerten die het best liepen, verkochten we iets van 3.500 kaartjes. En ik dacht, nou, voor als je daar zo mee begint, ben uh, je bent nog niet helemaal uit de kosten. Maar dan, uh, dan is er kennelijk een markt. En je zag ook natuurlijk andere initiatieven ontstaan in de markt. ITA, die natuurlijk uh, daar goed mee bezig is. Um, ook Nederlands Danstheater, die daar uh, ervaring mee opdeed. Bij het Nationale Open en Ballet uh, deden ze er ook uh, ervaring mee op. Dus dat ging best goed. Toen dachten we daar, oké, okay, dan hebben we dit nu in de coronatijd gehad, maar laten we dan na de coronatijd een volgende pilot opzetten in een soort hybride vorm. Zodat je een concert hebt dat zowel in de zaal plaatsvindt als waarvan je ook thuis achter je televisie een kaartje voor kan kopen. Ik moet wel zeggen dat het toen een klein beetje inzakte eigenlijk. Dat dat toch wel een beetje tegenviel waar we bij concerten die tot, dus toen we nog dicht waren, tot 3500 kaartjes verkochten nu opeens op duizend bleven steken en kort geleden ook eentje met 500 kaarten verkocht. En nu zitten we dus wel te denken, oké, okay, waar, waar, waar zit hem dat in? Nou ja, vrij makkelijk is natuurlijk dus te zeggen, ja, je kan nu gewoon weer wel naar een zaal toe, dus waarom zou je thuis gaan kijken? Ik wil het toch niet helemaal opgeven, want het is wel, het is gewoon een nieuwe markt. Hè? Het is gewoon iets wat, je, wat bestond gewoon niet. Dat betaalt voor één concert. Maar we hebben dat nu ook weer geëvalueerd en ook gezegd van oké, okay, misschien dat het niet uniek genoeg is wat we maken. Dus als we nu, we gaan nu een aantal concerten weer proberen de komende maanden. Um, als, nou ja, toch, ik geloof altijd wel in pilots. Dat je het gewoon echt, alles moet gewoon proberen om het, uh, om te onderzoeken wat wel en wat niet werkt op zo'n, uh, echt zo'n nieuwe markt. Um, en nu toch kijken van hoe kunnen we het unieker maken. Dat het niet concerten zijn, we laatst een concert uh, met de vierjarige tijden, prachtige uitvoering, maar later dacht ik ja... Die kan je op zich ook waarschijnlijk wel in tien verschillende uitvoeringen ook wel op YouTube zien. Dus we gaan nu toch kijken, oké, okay, wat zijn uh, toch wat uniekere uh, concerten die je niet ook al ergens anders kan terugzien. En kijken of dat dan wel werkt. Ook in de marketing kijken hoe we dat uh, het beste kunnen aanpakken. Een andere vraag nog, op: Het publiek wat jullie bereiken met het streamingsaanbod. Is dat nou een ander publiek dan het publiek wat hier naar het Concertgebouw toekomt? Nou, wat wel interessant is dat je daar wel ziet... Uh, als je he, de, de, de data eigenlijk daarin vergelijkt met de kaartkopers en de mensen van, uh, die een streamkaartje kopen, of de mensen in de zaal, dat echt 80% zijn wel mensen die niet in de zaal ook kaartjes kopen. Dus dat is echt, uh, verschilt een beetje per, per concert, maar het zijn echt de grootste aantallen zijn niet mensen die wij al kennen in ons bestand. Uh, ook een deel is wel al buitenlands, maar dat is misschien 20, 30%. Dus daar, daar zit ook wel de kans, want zodra het gaat concurreren met je eigen zaal. Uh, zou dat natuurlijk heel vervelend zijn. Dat zien we op dit moment absoluut niet. Als ik het zo samenvat um, in mijn eigen woorden... valt het dus wat tegen. Um, de, de opbrengsten zowel qua missie... als, als in euro's uh, van, de, van de streamingsactiviteiten. Um, ik geloof dat je dat ook wat breder signaleert in de sector. Uh, waar ligt dat nou specifiek aan? Is er gewoon geen business model... of is er misschien nog niet voldoende geëxperimenteerd met de vorm? Nou, ik weet... Ik... Ik durf niet nu zo'n grootse uitspraak over te doen dat het, dat het sowieso geen kans om slagen heeft. Ik denk dat het echt een. Als er een markt is, dan moet die nog helemaal ontstaan. Want het is echt wel iets nieuws. Dus je hebt natuurlijk de streamingdienst met film en, en uh, dat soort. Uh, uh, daar daar, daar, daar zit je. Maar het los een kaartje kopen van podiumkunst online. Nou, wat ik net ook aangaf. Voor ons, als het denk ik al werkt, dan moet je toch het gevoel hebben dat het echt iets unieks is. En niet iets dat je ook al ergens kan zien. Ehm. Um, je refereerde net aan, uh, aan Ita en uh, het interview met Wouter van Ransbeek. Um, je hebt natuurlijk wel een internationaal merk. Je ja, zou kunnen nou, zeggen dat je daarmee misschien ja. ook uh, mensen van ver over de landsgrenzen ja. kunt bereiken met je streamingsaanbod. Nou, wat het last dat is op zich ook wel een uitdaging hoor. Want wij dachten ook, oh leuk, dan met social media doen we even de wereld. Um, dat werkt natuurlijk niet zo. Daar moet, je echt een, daar moet je ook echt iets voor opbouwen. Dus het is ook, we staan wel echt aan het begin. Van als het zich gaat ontwikkelen, dan moeten we daar ook nog heel veel in leren. Van hoe bereik je inderdaad de rest van de wereld? Want dat, dat doe je niet eventjes in een achternamiddag. Dus daar moet je ook echt iets voor gaan opbouwen. Um, we zijn natuurlijk op zich een wereldberoemde zaal. Maar je hebt natuurlijk uh, andere zalen in Berlijn, in New York, in, uh, in Londen. die ook met dit soort initiatieven bezig zijn. Vaak eigenlijk nog met het gratis streamen ook bezig zijn. Dus je moet ook daar nog dan een, een stuk in vinden, um, of het publiek in vinden. Maar als je zo door de oogwimpers zou kijken, hè, gewoon, uh, zonder alle praktische bezwaren en andere dingen, waar zou dat kunnen uitkomen over pak een beetje tien jaar? Denk je dat dit een veel belangrijker uh, aandeel gaat worden in de hele sector? Of denk je dat het toch uh, iets erbij blijft? Op dit moment is het voor ons niet het beeld dat dit de, de toekomst van het concertgebouw gaat zijn. Onze beleving zit hem natuurlijk gewoon echt in de zaal. Ons, ons instrument is de zaal, is de akoestiek. En daar wil je bij zijn en daar wil ik ook mensen voor bereiken. Dus het zal sowieso, als het zich gaat ontwikkelen en een markt echt wel ontstaat, op een bepaalde manier is dat aanvullend op wat er in de zaal gebeurt en niet een, uh, een hoofdpodium. Zoals dat bijvoorbeeld ITA dat wel aangeeft, dat dat voor hen echt hun derde zaal is. Dat zal bij ons, op dit moment is dat niet uh, onze ambitie. Hoe ziet jullie financieringsmix uh, er precies uit? Nou Wat ik aangaf, we zijn een NV. Dus uiteindelijk uh, subsidie is subsidie een heel klein onderdeel van onze uh, um, financieringsmix. Dus ongeveer 5% van de financiering is subsidie. En dat zit hem echt in het onderhoud van het monument en een heel klein deel op educatie. Daarnaast is de belangrijkste inkomsten zijn inkomsten uit kaartverkoop uh, van onze eigen uh, concerten en de zaalverhuur. Uh, dus voor bijvoorbeeld het concertgebouworkest of het Nederlands Symbosekest uh, en andere huurders. Um, daarnaast is de de de, de horeca is een belangrijk onderdeel ook uh, daarvan en heel belangrijk zijn voor ons ook de fondsenwerving en de sponsorwerving uh, op sponsorwerving hebben we een aantal grote sponsoren businessclubs dat is ongeveer 10% van onze inkomsten We hebben zo'n omzet ongeveer van 25 miljoen euro per jaar waarvan dus 10% uit sponsoring komt en 10% uit fondsenwerving en dat is wel denk ik vrij uniek wel in nederland dat we echt een hele Betrokken groep donateurs hebben die het concertgebouw ondersteunt. Um, we hebben ook een, concert, een apart concertgebouw fonds, waar mensen geld kunnen uh, betalen uh, om, om het gebouw te onderhouden, fondsen op naam zitten daar ook bij. Ja, stel je voor, je zou een, een taart hebben met taartpunten. Hoe ziet die mix er ongeveer dan uit? Qua, qua percentages, qua bronnen? Um, nou, dat weet ik niet precies. Het is denk ik 40% is 40, 50% is inkomsten uit kaartverkoop. Uh, 30% zaalverhuur um, en dan hebben we dus uh, 5% is uh, inkomsten uit de subsidie en dan 10% sponsorwerving, 10% fondsen en donateurs zitten dan op 100. Um, dus dat is eigenlijk de financieringsmix en waar we nu heel erg mee bezig zijn en wat wel denk ik uniek ook in Nederland is, is dat we uh, bezig zijn vanuit het Concertgebouw Fonds om een endowment te Fonds op te richten. En dat betekent dat we be bezig zijn om eigenlijk een soort van zelfvoorzienend te worden. Dat we bezig zijn om geld uh, in te zamelen, financiering te vinden tot 50 miljoen euro is nu het doel. Met ervan uitgaande we dat we dan uh, na verloop van tijd zo'n 4% rendement eruit halen en dan dus zo'n 2 miljoen euro per jaar hebben om eigenlijk onze belangrijkste assets, dat is het gebouw, dat we dat in ieder geval in, in leven kunnen houden, dat dat onderhouden kan blijven worden op het niveau dat wij dat willen en de educatie, dat je altijd kinderen, want dat, dat kost altijd geld, dat, dat levert in ieder geval geen uh, inkomsten op, uh, dat dat in ieder geval door kan blijven gaan. En dat we daar dus dan niet afhankelijk zijn van andere bronnen dan dat we daar zelf voorzienend in kunnen zijn. Hoe zijn jullie op het idee gekomen van het Endowment Fund? Uh, was dat idee ik durf al? het niet te zeggen, want dat is uh, vanuit het Concertgebouw Fonds. Dat bestond ook al voordat ik hier drie jaar geleden kan werken. Dus ik weet niet hoe dat bedacht is, maar enige Amerikaanse invloed zou mij uh, niet verbazen. En, um, en wat, waarom is dat endowment fonds precies uh, uh, belangrijk? Uh, is het vooral vanwege de autonomie die het je ook geeft of de ja. extra autonomie? Nou ja, wat, waar we het al eerder over hadden. Je hebt natuurlijk best een risico in de culturele sector. Je hoeft echt maar een paar fouten te maken of even een, uh, een uh, coronacrisis verder. En opeens kan je er niet meer zijn. Want het is natuurlijk ja, het, het is een kwetsbaar uh, businessmodel. Het komt altijd net op nul uit. Dus je moet ergens je buffers hebben. En dat is eigenlijk heel erg wat. Het endowmentfonds zou moeten zijn. is toch die buffer dat je kan blijven bestaan. Dat je zelfvoorzienend daarin wordt. Ik um, ben heel benieuwd of dat ook verder navolging gaat krijgen. ook binnen Nederland. Of dat misschien wel een model is dat. in de culturele sector ook wel meer ook ingezet zou kunnen gaan worden. Want het is natuurlijk best een interessant model. Hoe zien jullie eigenlijk de toekomst? Als je kijkt naar corona en de ontwikkeling nu. Um, zijn daar bepaalde scenario's op losgelaten? Zoals. Um ook in het bedrijfsleven doen? Ja, zeker. we zijn natuurlijk heel erg aan het kijken. We hebben heel veel scenario's gemaakt. Ook heel veel scenario's die niet zijn uitgekomen in de afgelopen jaren. Um, ik moet wel zeggen dat we eigenlijk begin van het begin af aan de coronacrisis... met ons management en directie ook hebben gezegd... we gaan er vanuit, dit, gaat, dit is niet in twee maanden voorbij. Laat ons richten. Ook, we hebben een hele reorganisatie doorgevoerd. 20% van ons personeel hebben we afscheid van moeten nemen. Veel kostenbesparing. Um, en we gingen er eigenlijk meteen van begin af aan... we zien het niet gebeuren dat we voor 1 januari 2022... en dit bespraken we in juni 2020, dus dat voelde toen heel ver weg... dat we in ieder geval voor die tijd niet zonder restricties open zijn. Dat leek eigenlijk heel lang dat dat precies ook de datum zou zijn... dat we echt zonder restricties weer open zouden kunnen zijn. In deze tijd is dat weer even spannend. Op zich, ja, het is, het is wel, wel een spannende tijd. Je weet, het is heel onzeker van wat gaat het publiek uiteindelijk doen... Ervan uitgaande dat corona überhaupt voorbij gaat, dat vind ik nu in ieder geval nog een prettige gedachte om dat uh, uh, in mijn hoofd te houden. Dus ervan uitgaande dat dat nu of over een half jaar of een jaar weer voorbij gaat, is natuurlijk heel spannend. Van, komt het publiek weer terug? Uh, komt het in dezelfde mate weer terug? Het um, heeft ook iets, ik vind het los van alle ellende en zeker hè, wat ik net zei, dat we veel collega's uh, afscheid van hebben moeten nemen. Um, Vind ik het ook wel spannend. Ik vind het ook wel heel leuk, want het ging echt heel goed met het Concertgebouw tot, corona, tot uh, coronatijd. Gemiddelde zaalbezorging 80, 81 procent. Uh, financiering ging goed. Het gebouw ziet er fantastisch uit. Um, en nu moet je opeens weer met elkaar gaan kijken van Jee, krijg je dat weer terug? En zo niet, wat ga je aanpassen? Um, Naar nou, je programmering, je marketing, financieringsmix. Het gaat opeens over hele fundamentele zaken. En dat maakt het natuurlijk wel interessant. Nou, wat ik echt de allerbelangrijkste... dat is iets wat, we denk ik, al eerder in het gesprek ook naar voren is gekomen... is de hele programmeringspublieksmix. Dat je daar wel echt heel bewust van bent. Die samenwerking tussen programmering en marketing... is voor mij echt essentieel. Dat je uiteindelijk, gelukkig ook, is 80% van je marketing... is wat gebeurt er op het podium. Want daar kopen mensen hun kaartje voor. En ik denk dat, dat je daar echt, echt heel bewust van moet zijn. Uh, bij alles wat je programmeert... Um, als je in ieder geval uh, bepaalde do doelgroepen wil bereiken of bepaalde aantallen kaarten wil verkopen, dat dat key is. En daarbij moet natuurlijk je marketing en je communicatie aansluiten om dat te versterken en je juiste doelgroepen ook te bereiken daadwerkelijk. Dus je zegt eigenlijk adviseer jij aan alle jonge, jonge zakelijke leiders of, of artistiek leiders, kijk of je een goed, goed portfolio kan maken of een mooie mix. Nou je bewustzijn van wat, wat, is het, wat wil het publiek? Het is natuurlijk iets anders, hè? want je doelstelling kan ook zijn, we, willen, uh, we hebben een artistieke doelstelling en dan, moet je daar natuurlijk, dan speelt het publiek daar minder een rol in. Dan is het, het artistieke uh, product is een doel op zichzelf, maar zoals bij ons het concertgebouw is toch als doel om veel mensen te trekken, een breed publiek te trekken voor klassieke muziek, voor popmuziek, dat je altijd bewust bent, mensen kopen niet een kaartje voor het concertgebouw alleen. Het is natuurlijk fantastisch, het concertgebouw, en daar wil je zijn. Maar het is wel een combinatie met wat is er op het podium en daar koop je je kaartje voor. Kun je daar minder riskant programmeren? Wat bedoel je met riskant programmeren? Nou ja, je zegt van je moet toch gewoon een bepaald volume maken. Uh, je, kunt, uh, je moet publieksaantallen bereiken, ook omdat jullie een, uh, dezelfde broek moeten ophouden. Kun je daar in minder experimenteel aan de gang tussen uh, dan, dan wat andere instellingen? Ja, dat of denk ik wel. Nee, dat is zeker. Ja, je moet uiteindelijk, uh, moet je bewust zijn, je kan iets minder risico's nemen. En ik moet wel zeggen, dat doen we natuurlijk wel. Eens, want het is niet zo dat je het namelijk niet wil. Alleen je moet daar bewust mee zijn. Waar we ook heel erg naar kijken is, we willen namelijk, we hebben een bepaald percentage concerten. Of een aantal concerten die we echt hebben omdat we zeggen, we willen dit doen. Want het is belangrijk voor een composer in residence, voor het ontwikkelen van de klassieke muziek. Um, maar tegelijkertijd staat daar tegenover dat je dan ook uh, een aantal avonden veel muziek kan doen... waarvan je van tevoren weet, hier verkopen veel kaarten op. En daarmee kunnen we ook um, het risico van uh, een lege zaal veroorloven. Zo hou je dat in evenwicht? Ja, zo hou je dat in balans. Dank je wel.